Dit is Shrek. Zo'n opstrijk Shrek. Dan word je even gewaarschuwd. Strijk het er niet op als dat kind dat t-shirt nog aan heeft. Ja? Wat is het grote gevaar van waarschuwingsbordjes? De Universiteit van Nederland presenteert rechtsgeleerde professor Dr. Edgar Duperron. Ik neem u mee naar Sint Maarten. Op Sint Maarten, dat is een klein eiland, maar daar hebben ze wel een heel groot vliegveld. En dat vliegveld past eigenlijk niet op dat eiland. En het effect daarvan is dat er vlak bij het begin van de start- en of landingsbaan van het vliegveld een weg loopt met daarachter een strand. En dat leidt tot de volgende soort taferelen. Ja, dus wat deze mevrouw overkomt, ja, het is niet erg prettig. Dit is een sport inmiddels daar, dat heet fence surfing. Dus als u dat ooit wil gaan doen, dan bent u nu in ieder geval gewaarschuwd. Nou, wat hier gebeurd is, dat heeft niet tot een uitspraak van de Hoge Raad geleid, maar wel een ander geval van een mevrouw die daar stond te kijken naar die vliegtuigen en die op eenzelfde manier in zee werd geblazen en daar met haar hoofd tegen een rots aankwam. En de vraag die toen ontstond is nou dat vliegveld van Sint Maarten daarvoor aansprakelijk? En op dat vliegveld was een waarschuwingsbordje. Dit is een wat later bord, maar het effect was hetzelfde. En met groot danger. En dan stond er iets over jet blast van arriving en departing aircraft. Nou, het zou vooral de departing zijn geweest, want de arriving aircraft die hebben meestal niet zoveel jet blast. En daar kan je heel ernstig letsel van oplopen. Nou, en de feitenrechters, de rechtbank en het Hof, die hadden gezegd, ja, waarschuwing, dan moet je ook niet zeuren. Nee, zei de Hoge Raad, dit bord, en ook het vorige bord, dat voldoet niet aan de eisen die je aan een waarschuwing mag stellen. En wat is de eis die je aan een waarschuwing mag stellen volgens het jetblast arrest? Dat er zo duidelijk gewaarschuwd wordt, dat degene die wordt gewaarschuwd het gevaar zal vermijden. Natuurlijk de normale mens die dat bord leest. En niet de idioot die dan besluit toch aan dat hek te gaan hangen. Maar de normale mens die waarschuwing leest. En waarom vond de Hoge Raad de waarschuwing in die casus niet genoeg? Omdat niet duidelijk genoeg was wat nou eigenlijk het probleem was. En ik denk ook dat niet echt duidelijk was wat je moet doen om je aan dat gevaar te onttrekken. En een van de problemen die ik zelf met dat bord heb, maar dat is bij de Hoge Raad niet zo heel erg aan de orde geweest, is dat het aan de verkeerde... Ik bedoel, het staat bij dat hek. Maar als u langs een hek loopt, hè, en er staat op dat bord bijvoorbeeld, wacht u voor de hond. En u bekijkt dat bord en u wordt dan door een hond aangevlogen. Dan denkt u natuurlijk van, ja, maar die hond die hoort hier niet, hè, die hoort daar. Hè, dus je zou op zichzelf van dat bord best kunnen denken, dat bord waarschuwt je van, ga niet dat hek over, want het is aan de andere kant van dat hek heel gevaarlijk, want die landingsbaan is zo dicht bij dat hek. Dat is namelijk op zichzelf ook al abnormaal. Hè, dus een van de bezwaren die je in ieder geval kan aanvoeren is, ze hadden duidelijker moeten maken dat je eigenlijk gewoon je niet op de openbare weg mag bevinden op het moment dat daar een vliegtuig is. Als u wel eens op Gibraltar geweest bent, daar is ook zo'n landing- en startbaan, die loopt dwars over de openbare hek en die wordt gewoon dicht gedaan als het vliegtuig weggaat. Nou, Hoge Raad zegt dus, bord was niet genoeg en het had duidelijk moeten zijn, zo duidelijk moeten zijn dat je je aan het gevaar had onttrokken. Dat is een regel die eigenlijk verkeerd is. Want die geldt maar voor een bepaald type waarschuwing. Ik vind dat je drie type waarschuwingsgevallen moet onderscheiden. Het makkelijkste is het geval waarin ik waarschuw voor iets dat ik gewoon helemaal niet mag doen. Ik heb bijvoorbeeld ontzettend last van inbrekers. En ik maak een mooi hek om mijn huis en daar doe ik van die glasscherven op. Maar om het helemaal af te maken begraaf ik daarachter ook nog wat Joegoslavische anti-personnel mines. Hè? Want die zijn goedkoop, kan je die aanschaffen. En op dat hek maak ik ook echt een bord, hè, van waarschuwing, mijnenveld, echt waar, hè? Geen grapje. En ik doe zelfs een foto van dat ik die mijn aan het ingraven ben.
En misschien zelfs een foto van iemand die daar eerder op die mijnen, van mijn hond. Nou, dus het is echt een evident goede waarschuwing. Hè? Iemand die daar toch over dat hek klimt. Nou, toch zal als een inbreker besluit, ik neem het risico en daar ernstig letsel op loopt, zal niemand, ja, misschien teven, maar niemand zal zeggen, Perron, jij bent niet aansprakelijk. Want je mag dit gewoon niet doen. En dan kan je er nog zo hard voor waarschuwen, dat bevrijdt je niet van je aansprakelijkheid. Hooguit heeft die inbreker eigen schuld, maar dat heeft hij toch al, want je moet niet inbreken. Nou, dat is dus het eerste type geval. Daar gaat dit niet over. In Nederland zou je natuurlijk nooit zo'n vliegtuigveld mogen aanleggen, maar ja, op Sint Maarten kunnen ze nou eenmaal niet anders. Dus in Nederland had geen enkele waarschuwing geholpen. Dan mag je het gewoon niet zo doen. Maar daar moest men wel. Nou, het tweede type geval is het type geval waar de Hoge Raad het over heeft. Er is een gevaar, dat is eigenlijk ontoelaatbaar, maar je kan het niet vermijden. Dan moet je er zo goed voor waarschuwen dat iemand zich eraan onttrekt. En het derde type geval, dat zijn de gevallen die we allemaal kennen als informed consent. Een arts gaat je opereren en vertelt je wat de risico's zijn. Of je gaat bungee jumpen en er staat een bord. Of je gaat in een achtbaan en er staat een bord met allerlei waarschuwingen. Het zou natuurlijk idioot zijn om aan zo'n waarschuwing de eis te stellen, dat je zo indringend moet worden gewaarschuwd dat je het niet doet. Want dan heb je geen bungee jumpen, geen arts meer over. Dus dat is een derde categorie. En dat de rest van de Hoge Raad gaat alleen over die eerste categorie. Nou, maar dat is niet waarom waarschuwingsbordjes zo gevaarlijk zijn. Waarschuwingsbordjes zijn zo gevaarlijk omdat ze een soort aflaat worden, waarmee je kunt bevrijden of denkt te kunnen bevrijden van je aansprakelijkheid. En daar heb ik een paar voorbeelden van. Dit bijvoorbeeld. Dit is je ziet het natuurlijk vooral veel in Amerika. Dit is een ovenschaal en daar staat in de gebruiksaanwijzing waarschuwing, ovenschaal wordt heet als je hem in de oven zet. En gebruik dan ovenwand. Nou, dat had u waarschijnlijk zelf niet bedacht. Hè. Degene die dit heeft uitgeknipt, heeft er ook wel de bij gezet. Hè. Die had ze kennelijk, vond dit ook wat overdreven. Maar het staat er wel in. Nou, nog een voorbeeld. Dit is een heatgun. Zo'n ding waar je verf mee afbladdert. Nou zou je natuurlijk op de gedachte kunnen komen dat je die hitte ook voor andere dingen kan gebruiken. Je haar drogen, hè, bijvoorbeeld. Nou, dus staat er in het waarschuwingswoord, gebruik dat ding niet als haardroger. Want als je dat wel doet, dan gaat het mis. Dit is Shrek. Zo'n opstrijk Shrek. Dan koop je zo'n ding en dan heb je een wit t-shirt en dan strijk je dan Shrek op. Vinden kinderen heel leuk. En stel dat jouw kind zo'n t-shirt aan heeft en je hebt dat gekocht en je komt thuis en je wil dat kind dat op dat t-shirt. Dan word je even gewaarschuwd, strijk het er niet op als dat kind dat t-shirt nog aan heeft. Ja? Want dan zit Shrek permanent vast aan dat kind. Nou, een belangrijke waarschuwing was je zelf niet opgekomen. Nou, dit is weer in het absurde. Ja. Dit is voor de mensen die dood niet zo belangrijk vinden, maar geld wel. Hè? Raak deze draden niet aan, dan ga je dood. Dat vind ik op zichzelf nog best een nuttige waarschuwing bij de metro of de trein. Maar je krijgt ook nog een geweldige boete. Ja, levens zijn daar vrij goedkoop. Nou, dit is een foto die ik zelf heb gemaakt. Een fontein ergens, ik weet niet meer waar. En door dat water wordt natuurlijk die grond slippery. Dus er is een waarschuwingsbord bijgezet van een meneer die, of een vrouw die uitglijdt. Ja, dat is wel nuttig. Maar ja, wil dat een beetje werken, dan moet je natuurlijk wel overal zo'n bord doen. Want mensen kunnen van alle kanten kunnen die op die fontein afkomen. Hè. En dan, dus ja, je had dan bijna net zo goed een hek om die fontein kunnen zetten. Het is eigenlijk onderdeel geworden van het kunstwerk zelf. Nou, dit krullentang. Niet gebruiken in bad of onder de douche. Die heb ik trouwens ook wel eens op zo'n haardroger gezien. Hè, van niet in de douche gebruiken. Dat je dus je haar wast en terwijl je met de rest bezig bent, ga je vast feunen. Nou, dat is gevaarlijk. Hè, en doe ze ook niet in wanneer je slaapt. Allemaal hele nuttige waarschuwingen. Nou, dit tenslotte is er een van het strand bij Scheveningen. Het graven van een kuil kan levensgevaarlijk zijn. Zeker in mijn mijnenveld. Maar dat, wel een treurige achtergrond, dit bord. Want er komen af en toe kinderen om. Voorafgaand in dit bord in Scheveningen waren er vrij recent twee kinderen omgekomen bij het graven van een kuil die dan instort. Om dat te voorkomen is er een waarschuwingsbord
gemaakt. Dat gebeurt wel vaker, dat er eerst iets gebeurt en dat er daarna een waarschuwingsbord wordt gemaakt. Dit waarschuwingsbord, ja, ik weet niet wat u daarvan vindt, maar voor mij voldoet het niet aan die eis, want dit is natuurlijk helemaal geen gevaarlijke kuil. Het wordt pas een gevaarlijke kuil als je met je hoofd in die kuil. Dus als die man nou zo in die kuil had gestaan, of erin was gaan liggen, dan had ik het nog wel begrepen. In deze vorm is het alleen maar absurd. Een ander voorbeeld dat ik dan niet heb meegenomen, op emmers. Zeker in Amerika zit vaak een sticker met een klein kind dat zo op zijn hoofd in die emmer staat. En dan staat erbij een waarschuwing: emmers, ook met maar een klein beetje water, kunnen gevaarlijk zijn voor kinderen. Daar kunnen kinderen in verdrinken. En dat gebeurt 20 tot 30 keer per jaar in Amerika. Dat er een kind verdrinkt in een emmer met water of sop als er iemand aan het schoonmaken is. Nou, en dat toont meteen het probleem met die waarschuwingen aan. Als jij fabrikant van emmers bent, ja, het kost nauwelijks iets om die sticker op die emmer te zetten. Terwijl je toch een risico op aansprakelijkheid loopt en het bovendien ook natuurlijk heel vervelend is als iemand bij het gebruik van jouw emmer een kind het leven verliest. Dus dan is die waarschuwing snel op die emmer gezet. Maar het nadeel daarvan is natuurlijk dat we steeds meer gewaarschuwd worden. En doordat we steeds meer gewaarschuwd worden, gaan we zelf de gevaren niet meer zien. Want je denkt dat je overal wel wordt beschermd. En daar is ook een voorbeeld van. Dit is in de Oude Manhuispoort in Amsterdam. Ook een door mijzelf gemaakte foto. En dit is een serieus bedoelde waarschuwing. Die heb ik daar niet zelf opgehangen. Dit is een deur. Let op. De deur kan, zonder voorafgaande waarschuwing, naar buiten toe opengaan. Het zich bevinden binnen de draaicirkel is voor eigen risico. Nou, een ontzettend nuttige waarschuwing. Maar die kan je dus op iedere deur plakken. En als je zo begint met waarschuwen voor gevaren, dan blijft er heel weinig vrije ruimte meer over. Maar het heeft nog een ander groot gevaar, namelijk dat we gaan denken, als er geen bordje op dat ding hangt, ook al ziet het eruit als een deur, dan is het natuurlijk geen deur. Want als het een deur zou zijn geweest, dan hadden ze wel dat bordje erop gehangen. En dat is toch iets wat Nederlanders af en toe opbreekt in een buitenland waar gewoon nog natuur is. En dan denk ik, als hier beren zouden zijn geweest, dan zouden ze wel een bord hebben gemaakt. Of als dit ravijn echt zo diep was als het eruit zag, dan zou er wel een ketting zijn gespannen. Ja, en dan verlies je het dus van de werkelijkheid, dames en heren. Nou, dat moet dus niet gebeuren. Nu terug naar die mevrouw. Die van het hek afgeblazen werd. Moet die nou schadevergoeding krijgen van het vliegveld? Of niet? Wie vindt van wel? En wie vindt van niet? Ik ben wel benieuwd van een van degenen die van wel vond. Waarom wel? Ik had het idee dat als je zo'n bord op het hek plakt, dat je dan denkt dat daarachter het gevaar is en niet daarvoor. Ja, dat... Dus. Het bord zit op de verkeerde de plaats. Maar iemand die wel vond dat er, die vond dat er niet betaald moest worden. Ja, je staat ongeveer al voor dat hek, dan sta je ook al tegen dat bord aan. Dan had je het ook kunnen weten. Ja, je staat ongeveer tegen dat bord aan. Nou, als je echt achter dat bord had gestaan, was er niks gebeurd. Dat had volgens mij ook op dat bord moeten staan. Als hier een vliegtuig komt, ga dan achter dit bord staan, dan bent u veilig. Maar ik zelf had een hele andere benadering, namelijk de volgende. Kijk, wat die mevrouw die daar gewoon aan het vliegveld stond te kijken, waar het de rest van de Hoge Raad over ging, daar kan je nog van verdedigen dat hij niet wist wat er ging gebeuren. Maar deze mevrouw die aan dat hek gaat hangen, die wist natuurlijk wat er ging gebeuren. Anders is het toch helemaal niet leuk om aan een hek te gaan hangen. Dus zij was zich bewust van het risico dat die vliegtuigen daar die jetblast zouden veroorzaken. Het enige wat ze wellicht niet realiseerde, is dat hoe gevaarlijk het was. Want dat je dat hek gewoon niet vasthoudt. En de vraag is dan, en dan kan je toch tot aansprakelijkheid komen, had nou het vliegveld niet daartegen moeten waarschuwen, tegen het als sport aan dat hek gaan hangen. En ik denk dat als dat vaak gebeurt, en gegeven de filmpjes op YouTube gebeurt het, denk ik vaak, dat het vliegveld daar ook voor moet waarschuwen. Dat mensen dat niet moeten doen. En wat ze ook niet hadden moeten doen voor de mensen die goed gekeken hebben, is die betonnen rand daar neerleggen. Nou, maar dat kan te maken hebben met het onderwerp van het volgende blok, namelijk waarom is het zo goedkoop om iemand dood te maken?